Per 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg. Zorgen maakt mevrouw Veldjesgraaf uit Ede zich erom. Zoveel zorgen zelfs dat ze een brief stuurde naar het college van burgemeester en wethouders. En die brief openbaar maakte in onder andere de Ede stad. Het was eigenlijk een beetje een soort impulsreactie van inmiddels is het september. Er gaan heel veel dingen veranderen per 1 januari 2015. En over al die veranderingen is gewoon nog heel veel onzekerheid. In mijn geval op het gebied van mijn inkomen en de zorg voor mijn zoon. En we maken ons daar zorgen over en willen graag duidelijkheid en die komt er gewoon niet. Lisette Veldjesgraaf is een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Josias van 5 en Matthijs van 7. Matthijs is licht verstandelijk gehandicapt, leidt aan autisme en heeft epilepsie. Mevrouw Veldjesgraaf heeft bijna alle tijd nodig voor zorg aan haar 7-jarige zoon. Het is een heel stuk praktische zorg. Dan praat je over de zorg die je, de tijd die je kwijt bent om hem naar de verschillende behandelingen te brengen. Ziekenhuizen, therapeuten. Hij gaat in Arnhem naar school, dus je rijdt veel naar Arnhem op en neer om daar te overleggen met de mensen die bij hem betrokken zijn. En daarnaast is het een mentale last die gewoon best heel heftig is. Je hebt te maken met altijd voortdurend verhoogd alert moeten zijn. Met zijn epilepsie bijvoorbeeld. In de vakantie heb ik hem nog uit het zwembad moeten trekken omdat hij kopje onderging door een epileptische aanval. Je bent altijd aan het observeren, altijd in de gaten aan het houden of alles nog wel goed gaat. En ja, dat is gewoon een mentale last die gewoon best zwaar is. Onlangs heeft de moeder een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt aangegeven dat haar bijstandsuitkering gelijk wordt getrokken aan mensen zonder kinderen. En dat betekent geldtekort. En dus zou Veldjesgraaf eigenlijk moeten gaan werken. Door de thuissituatie is het lastig om een baan te vinden. En als ze dan solliciteert, krijgt ze eigenlijk altijd een afwijzing op de deurmat. Het is een vicieuze cirkel. Je hebt geen ervaring, dus je wordt niet aangenomen. En omdat je niet wordt aangenomen, krijg je geen ervaring. En die cirkel kom je eigenlijk niet uit. Op dit moment weet Veldjesgraaf niet goed wat ze moet doen. Voor haar is er nog veel onduidelijk. Ze is dan ook duidelijk in wat ze wil. Praat met ons. Het is gewoon te stil. Het is aan de ene kant het financiële plaatje, maar ook op het gebied van de zorg. De AWBZ gaat over naar de WMO. Dat het gaat gebeuren weten, maar er is nog niemand die precies weet hoe dat eruit gaat te zien. Ik heb geen idee wie na 1 januari de zorg voor mijn zoon gaat uitvoeren en hoe dat eruit komt te zien. En ja, daar maken we ons zorgen over. Daar zijn mensen die daar gewoon slecht van slapen en we horen gewoon niks. De gemeente heeft de afgelopen week geen tijd gevonden om voor onze camera's te reageren. In een telefonische reactie laat de gemeente weten druk bezig te zijn. Het streven van de gemeente is om per oktober de eerste zaken concreet te kunnen communiceren richting de Edenaren. Verder wil de betrokken wethouder Lichtenlijn nog een persoonlijk bezoek brengen aan mevrouw Veldjesgraaf. Maar tot die tijd zal mevrouw nog veel zorg hebben, tot alles bekend is. Ik heb geen enkel idee. Ik weet het echt niet. Nee. Dat hangt af van hoe mijn financiële situatie uit gaat pakken. En dat weet ik dus pas in december. En ja, dan is het afwachten wat de gemeente aan gaat bieden wat betreft de zorg voor mijn zoon. En ook ja, ik weet het niet.